Feminisme verpest onze samenleving. Leg het eens uit, alsjeblieft. Het gaat eigenlijk vooral over modern feminisme. En de dingen zoals de cancel culture. Ik weet niet hoezeer dat je daarvan op de hoogte bent. Cancel culture? Cancel culture. Weet jij, cancel culture, ik ben er niet tegen. Nee? Nee. Hangt er vanaf voor wat? En hangt er vanaf wat de cause is. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik ben niet vooral... Ik ga misschien kritiek krijgen, hè. Ik ben niet zo echt... Je gaat mij niet zien Black Lives Matter roepen overal en zo. Never. Maar trust me, I'm pro-black. En niet pro-black als in I'm anti-white. Nee, helemaal niet. Pro-black als in... Ik weet dat er veel mensen lijden vandaag de dag door hun huidskleur. Mm. En we moeten dat niet ontkennen. Maar ik ga niet hier zitten te roepen, protesteren, hey, Black Lives Matter, terwijl ik eigenlijk niks echt doe. Snap je? We zijn hier in Riverside Studio, City Pirates. Wij hebben genoeg... Wij zitten hier op linkerover, luchtballen. Er zijn genoeg mensen die echt hulp nodig hebben, die echt racisme meemaken. Maar we moeten daar niet gaan protesteren, want protesteren, eerlijk gezegd, dat brengt eigenlijk niet veel op. Soms misschien, hangt er vanaf welke gemeenschap is aan het protesteren. Shout-out naar mijn Maghrebijnse mensen. Als zij protesteren, dan voelen de mensen dat. Voor some real shit. Als er een probleem is in de Maghrebijnse... En niet een probleem, ik bedoel niet geen criminelen. Nee, als er iemand onterecht wordt behandeld, de Maghrebijnse community gaat er protesteren, dan voelen ze. Bij ons is dat minder zo. Snap je? Because we zijn niet echt zo... precies... zo sterk als zwarte mensen, precies. Precies, hè. Het kan zijn dat ik dat niet zie. Maar ik zie wel als Maghrebijnse mensen protesteren... en ik heb niet over de negatieve protest... Nee, echt protesteren voor de juiste... Dan wordt dat gevoeld hier in België. Zo. Maar wanneer wij dat doen... dat is protesteren vandaag en volgende dag zijn ze dat vergeten. Maar denk dat dat voor... Neem nu bijvoorbeeld de vakbonden, als die protesteren... denk dat dat ook rap vergeten wordt, hè? Vakbonden protesteren met problemen die morgen terug gaan komen, bij wijze van spreken. Dus we kunnen morgen nog eens, we gaan weten wat, we gaan morgen weer eens vrij afnemen. Maar, snap je? Mm-hmm. Ik heb het over bijvoorbeeld, een great example. Ik denk haar naam is Maureen. Hopelijk heb ik dat niet verkeerd. Een zwarte dame, een donkere vrouw, ze zat thuis. Misschien gedronken, ik pas er niet bij. De politie doet de deur open. En ze zien dat ze een klein beetje dronken is, maar zij is bij haar, in haar eigen huis. Zij werd aangevallen en bla bla, gearresteerd geweest. Oké, ik ken niet de volledige details, maar ik heb dat wel aan de politieagent gevraagd. En uiteindelijk gewoon, er is geen protest gekomen. Ja, 3, 4, 5 mensen van de zwarte volk, maar was dat bij een Maghrebijnse persoon gebeurd? Wow. In België ging dat voelen. Dus ik denk ook gewoon... Als donkere, zwarte mensen, we worden niet altijd gerespecteerd hier in België. Niet iedereen, hè? Want er zijn sommigen die wel gerespecteerd worden. Maar ik denk het niet zo echt. En ik weet niet van waar het dan zal komen. Dus ja. En dan heb je nog over feminisme ook nog. Donkere vrouwen bijvoorbeeld. Weet je hoeveel ze lijden hier in de maatschappij? Sommigen gaan andere dingen doen, maar ze niet worden beoordeeld. In een andere maatschappij dan bedoeld je? Shit, that I don't even want to talk about. Dus wanneer u zegt feminisme verpest samenleving, ik heb dat ook... Ik heb dat anders begrepen ook, trouwens. Ik bekijk dat zo als in van... Ze krijgen niet de juiste kansen. En daarom wordt dat verpest misschien. Snap je? Een vrouw die bijvoorbeeld uit... Maar zo had hij dat begrepen. Maar ik denk niet dat u dat zo bedoelde. Hè? Met vernieuwing. Ja, zo had ik dat begrepen. Maar ik ben meer zo voor oldschool feminisme. Ja. En dat is ook progressief. Dat is gewoon minder in verband met dan de social media campaigns, zeg maar. Gelijk, er zijn natuurlijk wel verschillen. Hè? Gelijk bijvoorbeeld, je hebt soms... vrouwen die totaal geen stem hebben binnen een bepaalde omgeving, omdat ze niet naar geluisterd worden. En dan vind ik het goed dat ze naar buiten komen. Maar je hebt ook perfect gevallen waarbij, bij wijze van spreken, niet altijd iets strafbaar is gebeurd.
En dan vervolgen ze de persoon die iets gedaan heeft, of dat dan uw man of vrouw is, dat maakt niet uit. Maar dan vervolgen ze die op sociale media. Terwijl uiteindelijk is nog altijd de rechtsstaat volgens mij het belangrijkste. En dat is hetgeen waar ik het meeste probleem mee heb. Het plaatsen van social media boven de rechtsstaat. En ook nog iets dat ik zie. Bijvoorbeeld, je bent niet meer onschuldig tot je schuldig bent gevonden door sociale media. Ja, exact. En daar heb ik wel echt een probleem. Daar ben ik echt tegen. Want tegenwoordig... Je hebt jezelf niet eens gestolen, maar op sociale media staat er van... Ja, hij heeft eerst gestolen. Oh, hij is sowieso schuldig. Ja, weet je... Dat was weer iets van Tom van Grieken natuurlijk. Shout-out naar Tom. heb je die flyer gezien van die gast... Dat, ik weet niet, 20 kilo coke of het een of het ander in zijn huis had. Oh, ja. En dan was er zo... Jawel. Ik heb die flyer gezien. Dat was een Maghrebijnse jongen. Jeugdraad. Ja. En die dan direct werd geplakt op zo'n poster van criminaliteit. Dat is inderdaad zoiets. Ja. En dat haat ik wel aan Tom. En ik ga niet zeggen Vlaams Belang. Aan Tom en bijvoorbeeld... Er is iets onlangs gebeurd. Putain, de meld. Die gast is gearresteerd geweest in Merksem. Ze zijn bij hem binnengevallen. Extreem rechts of zoiets. Blanke man. Dat is echt... ik ga dat zelf opzoeken. Dat is misschien 2-3 dagen geleden. En ik zie Tom dat niet posten, bijvoorbeeld. Snap je wat ik bedoel? Ja, nee. Als dat de mama doet was, of... DJ gaat iets doen of zo. Dat waren ze de eerste. En dat vind ik jammer. Want eerlijk gezegd, Tom, los van heel de shit, Tom is een goede gast. Ik heb met hem een paar keer mogen zitten. Goede gast. Maar wanneer er zoiets gebeurt, dan laat jij... En dan kunnen meer mensen zeggen van... Hé, maar zie je, dat is wat we bedoelen met die racisten. Ik denk ook wel dat dat een gemiste kans is eigenlijk. Als je niet... Als Tom nu meer extreem rechts zou veroordelen via sociale media, dan zou hij waarschijnlijk ook wel wat beter in de smaak vallen bij... Ik heb dat tegen hem gezegd. Ik heb dat tegen hem gezegd. Bro, ik zei, als jij bepaalde dingen gewoon... zoals met de Jurgen Konings shit. We noemen dat wat dat gewoon is. Mm-hmm. En... Dat is normaal, je hebt er niks verkeerd mee. Hè. Maar ja, weten ze, ze hebben extreem rechts wapenliefhebber en voorbereid op einde van de wereld. Hij is Yannick V, noemde hij. Yannick V is juist gestorven, 2 dagen geleden. Maar hij is op Tom van Grieken zijn profiel, niks. Maar als dat iemand anders was, en dat is jammer, dat vind ik jammer. En daarom besta ik geen zo'n coach, ook door zulke dingen. Door zulke dingen. En jij kunt weggaan van Vlaams Blok zoveel jij wilt. Hè. Mm. Maar als jij zulke dingen blijft doen, jij gaat er niet weg van kunnen geraken. Nee, dat denk ik. Helemaal niet. En nogmaals, ik blijf dat zeggen. Tom van Grieken is een coole gast. Echt, ik ga er zelf niet om liegen. Coole gast. Als ik met hem spreek, ik voel geen racisme. Helemaal niet. Maar bewijs dat ook niet alleen naar mij toe. Snap je? Bewijs dat ook naar de mensen. Van, jij bent Vlaming. Jouw Vlaming is iedereen die gewoon Nederlands spreekt. Die Vlaanderen vooruit moet brengen. Maakt niet uit welke huidskleur. Hij zegt dat wel als jij hem face-to-face ziet. Hè? Ik zweer het je. Hij zegt dat. Maar jij ziet dat amper zo op sociale media. En dat is crazy. Maar terug naar onze feminisme. Vindt u dat vrouwen vaak jobs kiezen waar ze minder verdienen? Ja. Dat is wel echt zo. Maar, dat is spijtig, maar dat is maar echt ik, zo. Ik snap vrouwen dat niet. Willen ook meer een 9-to-5, omdat ze meer tijd willen kunnen spenderen met een eventuele familie. Dat begrijp ik. Dus, want gezin, vrouw, ik wil een stijn hebben. Ja. Maar een vrouw die zegt, ik ga een job kiezen waar ik minder ga verdienen, dat is crazy. Maar is dat gek? Want die kiezen wel meer voor dingen die ze graag doen. Vrouwen, jullie willen toch... Met alle respect, dat is niet veralgemeen. Maar ik denk altijd dat vrouwen willen veel. En met veel bedoel ik niet noodzakelijk negatief. Maar vrouwen zijn ambitieus. Ik kan me niet inbeelden een vrouw die zegt... Weet je, ik ga een job kiezen waar ik minder verdien. Wel een job kiezen waar ik tijd voor mijn kinderen maak. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat ik minder verdien. Maar nochtans kiezen vrouwen dan... ik ga nu een voorbeeld noemen als verpleger, bijvoorbeeld. Zijn er veel vrouwen... dat is niet iets dat fantastisch betaalt. Hè. Of een forensisch verpleger of iemand die in de psychiatrie zit. Je gaat daar geen, zoals ik soms zeg, bucks mee verdienen. Bucks.
het is gewoon zo dat vrouwen voor een minder verdienende job zitten. Maar dat hangt toch af van welke vrouw. Want ja, er zijn effectief wel ambitieuze vrouwen. Maar dan nog, als die 30 worden, dan kiezen die vaak plots... Ah ja, oké, ik ga voor mijn zin. Op wat baseren jullie? Op wat baseren ze die statistieken? Ja, gelijk als je bijvoorbeeld kijkt naar statistieken binnen België, gewoon zie je dat al, dat vrouwen minder voor stem kiezen en zo. Ze willen dat wel bevorderen. Ja. Maar als vrouwen dan nu eenmaal minder in geïnteresseerd zijn... Ik zeg altijd, mannen zijn meer geïnteresseerd in dingen en vrouwen zijn meer geïnteresseerd in mensen. En dat is een vrouwenmening. Dat is een klein verschil. Er zijn perfect mannen die in de psychologie zitten en vrouwen die in de stem zitten natuurlijk. Maar het is een klein verschil waardoor dat er op de grote schaal een groot verschil is. Maar je hebt ook bijvoorbeeld statistieken van Scandinavië over het algemeen. En daar zijn ook... Oké, ze hebben daar wel een paar vrouwelijke ministers en zo... of premiers zelf. Maar er zijn daar genoeg vrouwen die toch kiezen voor iets dat ze graag doen. En als je kijkt naar de cijfers, dan zit dat zo in één. Dus ja. Maar mijn probleem is die cijfers. Als we bijvoorbeeld zeggen, elke man rookt sigaret, bij wijze van spreken. Hier in België rookt 75% van de mannen roken sigaretten. Maar ik heb die mensen nooit bij mij zien die vraag stellen, bijvoorbeeld. Die vraag is niet aan mij gesteld geweest. Dus met andere woorden, jullie pakken jullie eigen groep en jullie stellen die vraag daar en dan komen jullie met die cijfers naar hier. Maar, snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt, maar natuurlijk als je een statistisch onderzoek hebt, dan ben je wel verplicht om een diverse groep te nemen. Dus het zou mij betwijfelen dat niet klopt. En ik denk ook wel dat als het gaat om cijfers over jobs, dat ze wel gegevens hebben van bijvoorbeeld de VDAB. Ja, jobs, VDAB, ja. Maar dat is als je via de VDAB die job hebt gekregen, natuurlijk. Mm. Want ik heb nooit bijvoorbeeld via VDAB niks gedaan. Zelf geen opleiding? Ja, maar ik denk dat wel. Zit dat niet... RVA bedoelt u misschien? Ja, zit dat misschien daar? RVA. Ik denk RVA. RVA is de vakbond dat eigenlijk heb. De big dog. Mm-hmm. En inderdaad, ze kunnen zien als je werkloos bent. Of niet weer gewoon. Ja, RVA kan dat wel doen, inderdaad. Ik denk dat RVA is dan. VDAB, ja, zolang dat jij werkt, storen ze jezelf niet. Dus, nee, dat is RVA. Maar ja, allee, ik vind ook soms hoe ze de statistieken bepalen en dergelijke. Maar ik vind ook persoonlijk, ik had dat nooit verwacht dat vrouwen minder zouden willen verdienen. Ik denk dat het verschil nu wel verkleind is. Het was eerst, ik weet nu niet, in de video zeg ik dat wel letterlijk. Maar er was ergens in het begin 2010 was het 10% verschil en nu is het naar, ik weet niet meer, 5% verschil of zo gegaan. Dus het daalt wel effectief. Maar ik denk dat ook een beetje tijd neemt. Voor de vrouwen die daar buiten zijn, laat mij weten, willen jullie minder verdienen of meer verdienen? Hopelijk meer. Het is natuurlijk moeilijk om te weten. Hè? Natuurlijk. Sommige mensen zijn niet echt open over wat ze verdienen. En daarom vraag ik me af, van waar komen die statistieken soms? Nee. Ja. Ze zijn toch niet open? Dus van waar hebben jullie die statistieken? Oh, we hebben het pakken. Maar ik denk dat dat overal gebeurt zo. We pakken een aantal mensen, genoeg mensen. En boem. En zo pakken wij die stemmen. U hebt een woord gezegd dat ik wou dat niet opzoeken. Ik wou dat echt van u horen. Cordon sanitair. Met Vlaams Belang natuurlijk. Ja, het cordon sanitair komt er gewoon op neer dat de klassieke partijen op een gegeven moment hebben beslist van oké, we gaan niet samenwerken met ik denk toen nog Vlaams Blok. Ik weet het niet meer. Maar op een gegeven moment is er ook, ik weet niet of je het principe kent van de Zwarte Zondag. Zwarte Zondag? Nee. Ja. Ik heb wel iets over zwart, maar niet de zondag. Ja. Maar de Zwarte Zondag was een dag dat Vlaams Belang, Vlaams Blok toen, heel veel stemmen heeft gehaald. En ik denk dat in de nasleep daarvan de beslissing is gevallen, we gaan daar nooit mee samenwerken. Weet je wel, dat is extreem rechts, we hebben daar afstand van. En dat is het cordon sanitair, basically. Maar je hebt daar ook wel negatieve resultaten van. Want bijvoorbeeld, er zijn nu veel mensen die op Vlaams Belang stemmen. En die dan zeggen van, ah ja, ik stem op Vlaams Belang, puur omdat ik dan weet van, dat gaat N-VA wat meer naar rechts opschuiven. Dat weet ik wel. Dus ja, dan vraag ik mij af, zijn dat wel accurate stemmen dat die krijgen? Nou, u had het over Zwarte Zondag, ik heb het over de Zwarte Leeuw. De Zwarte Leeuw. Eerst en vooral, België heeft geen leeuwen. Zwarte Poes.
België heeft geen leeuwen. Nee, die zijn geïmporteerd. Geïmporteerd. Wat een... I'm trying to say, that's a fact. That's, er is geen enkele lijn. Dus eerst en vooral, van waar komt... Want sommige mensen willen altijd zo cultureel diep gaan. Hè? De zwarte leeuw. Eerst en vooral, hoe is de zwarte leeuw gelinkt met Vlaams zijn? Ik weet niet perfect hoe dat de link is gebeurd. Het is alleszins, ik weet dat van de 14e eeuw is dat de zwarte Vlaamse leeuw is ontstaan. Maar de reden daarvan ken ik niet precies. Allee, dat is wat ik moet opzoeken. Oké. Okay. Ja. Dat is iets dat we samen gaan opzoeken. Want ik wou eigenlijk weten, wat is de link met de zwarte leeuw en de Vlaamse... want er zijn twee Vlaamse... Er zijn twee Vlaamse vlaggen. De vlag van echt... De Vlaamse beweging of zoiets? Ja, de Vlaamse beweging. Het Nederland? Nederland heeft ook een leeuw. Ja, maar oranje leeuw toch? Is dat een oranje leeuw? Ja, zo. Ja, jawel. Nee. Je komt van Zuid-Afrika, die leeuw. Die kwam van Zuid-Afrika. Inderdaad. Ola, kijk, dat is de Vlaams blok vlag deze. Vlaams blok, hè, broski. Ze zeggen dat de Vlaams blok vlag is, maar dat is ook... Allee, dat predates Vlaams blok natuurlijk, hè, die vlag. Dus ja. Staat ook los van... Nee, maar wat ik ermee bedoelde eigenlijk... Want je hebt de Vlaamse... Trouwens, nogmaals, ik ben een trotse Vlaming. I'm not trying to say in Amir. Maar ik wil gewoon de link begrijpen, want... Het gaat dieper dan dat. De zwarte leeuw. Want de vraag was, is de zwarte leeuw op de Vlaamse vlag racistisch? Wat heb ik van u trouwens? Ja. Is de zwarte leeuw op de Vlaamse vlag racistisch? Ah, wel, de vlag heeft vooral racistische connotaties. Want die wordt geassocieerd met Vlaams blok. Wordt geassocieerd met eigen volk eerst. Die hele slogan en het hele Vlaanderen. Dan het oud-Vlaanderen, zullen we maar zeggen. En het wordt niet geassocieerd met het importeren van leeuwen. Dat is joke, dat is een joke, dat is een joke. Dat is een joke. Nee, dat is ook... Nee, ik begrijp... Ik associeer met eigen volk eerst. De zwarte leeuw wordt geassocieerd met eigen volk eerst. Ja, en dan is er ook nog een hele stroming geweest. Je had de Vlaamse beweging en had een bepaalde subdivisie, zeg maar, van de Vlaamse beweging die tijdens Wereldoorlog 2 voor de nazi's heeft gewerkt. En die dan ook voor... ze stonden voor Vlaanderen en ze wouden... meer onafhankelijkheid en dan zijn ze daarin meegegaan. Maar de Belgische vlag is bijvoorbeeld ook gebruikt destijds. Ja, ik heb... Binnen dat aspect. Eén ding dat ik ook graag vond van u... Ik heb dat geschreven, hè, dat ik het niet kon vergeten. Ik heb geschreven, ik ga niet liegen. Je hebt wel iets goed gezegd over Vlaams Belang. Dat ze voor normale huwelijk... Dus een normale huwelijk, de normale marriage zijn... En dan, boom, er komt iemand uit de closet. En hij is een Vlaams Belanger. Chris Janssens, denk ik. Chris Janssens? Ja, Chris Janssens, hè? Die homo is? Ja. Ja, ja. Vlaams Belanger. Ja, nogthans staat er wel in hun beginselverklaring dat ze voor een traditioneel huwelijk zijn. Dus dat spreekt elkaar ergens tegen. Voor zover dat ik kan... uitvissen van Vlaams Belang zijn ze niet tegen het homohuwelijk bijvoorbeeld, maar ze zijn wel tegen bijvoorbeeld Pride en dat soort dingen. Maar hoe communiceren ze dit naar Chris Janssens toe? Maar je hebt een verschil tussen, laten we nu zeggen, een homo zijn die... en een Pride meedoen bedoel je? Ja, inderdaad, dat zijn twee verschillende. Wat is het verschil? Twee verschillende soorten. Twee verschillende soorten. Ja, je hebt mannen die allez, ik ken er ook wel een paar, die eigenlijk qua homo zijn niet zo zich uiterlijk laten zien op dat vlak. En die eigenlijk er vrij normaal uitzien. Je hebt natuurlijk ook homo's die zich normaal kleden en dan toch naar Pride gaan. Daar niet van. Maar Pride is zo meer iets met echt een subcultuur. En ook wel wat seksuele connotaties, zeker. Als je daar naar gaat kijken, dan zie je daar wel zo soms van die taferelen. Pause.
wow. Dat is heel warm. Nee, maar uiteindelijk, iemand mag doen wat de fuck die persoon wil doen. Maar ik vond dat gewoon zeker iets om over te spreken. Van, allez, jullie zijn er misschien tegen en dergelijke, maar wel een van jullie leden is happen to be een homosexual. Trouwens, Sharon en Christiansens, want uiteindelijk, jij moet daar ook voor opkomen. Hè? Allee, mm-hmm. Jij bent lid van Vlaams Belang en jij komt... Ja, ik haat het zeggen uit de klas, maar ik heb geen andere woorden voor. Ik kom uit de klas en jij laat de wereld weten, ik ben eigenlijk een homo. Chapeau, respect voor dat. Ja, zeker op latere leeftijd vind ik dat wel... Maar nu zou ook komen dat hij nu alleen niet cooler is, maar dat is meer acceptabel. Mensen aanvaarden dat meer. Hè. De mensen die dat vroeger niet aanvaarden, zijn eerst om te zeggen van ja, eigenlijk cool. Allee, wie ben ik om dat te... Heb je kinderen? Nee. Zou je kinderen willen? Ooit wel. En je hebt een jongen. En hij is een homo. Hoe gaat u ermee om? Ik zou niet zeggen dat ik daar anders mee zou omgaan dan een gewone jongen, eigenlijk. Dat is geen keuze, natuurlijk. Hè. Dat is iets... Je wordt gewoon geboren als homo of wordt niet geboren als homo. Allee, dat is toch mijn begrip ervan. Of dat zo is, dat weet ik niet. Maar ik zou daar niet anders mee omgaan. Ik denk ook niet dat dat anders moet bestempeld worden. Ik denk wel dat je bijvoorbeeld je kind wel moet prepareren op de eventuele... connotaties of slechte opinies die ze gaan tegenkomen. Maar ja, ik denk, ieder wel kind gaat er wel mee te maken hebben. Hè. Als je door het middelbaar gaat, dan maakt dat het shit mee. Ja. Bent u trouwens een FC de Kampioenen fan? Ja, een beetje. Nu, allee, vroeger niet, maar nu dat ik zo wat ouder ben, is dat zo charmevol. Omdat dat zo ergens zo traditie is. En dat is zo, je kent die afleveringen, dus dat is leuk om dat her te bekijken. En dat is ook gewoon, het is grappig, hè? België's cultuur. Ik heb de kans gehad om Danny Heilen te interviewen. Yeah. Ja, en ik heb daar toen al gesproken over die hele scène met die zwarte man. En zij zei van, maar dat werd uitgelegd aan meneer van... We gaan dit doen. Bent u er akkoord mee? En meneer heeft toen ja gezegd. En 20, 30 jaar later... Boom, cancel culture. Oh nee, ik had geen ja gezegd. En daarom haten de mensen weer cancel culture. Want we komen precies achteraf. Maar wat ze niet begrijpen is... De generatie ervoor begreep deze allemaal niet. Nee, sowieso niet. Ze spraken niet allemaal Nederlands. Dat ik ooit... mijn oud vrouwtje aan het babbelen was over bepaalde mensen. En zij noemde die, en dat is wat oude vrouwen, oude mannen ook, vaak zeggen over vreemdelingen. En dat is echt zo'n term, zo van, dat is heel afstandelijk, zo van oei, oei. Dat is gek, ik heb deze gesprek met Tom gehad en hij zei, joh, vreemdelingen, wat is dat? Ik zei, wat betekent het woord vreemdelingen? Mensen die nog niet geïntegreerd zijn, hier precies. Mensen die nog niet de nodige papieren zijn, dat zijn toch vreemdelingen? Maar toen was het met het N-woord. Ik heb liever dat je mij een vreemdeling noemt dan het N-woord. Mm. Snap je wat ik bedoel? En een vreemdeling is gewoon... Soms mensen maken ook raar definities. Een vreemdeling is gewoon iemand die nog niet in orde is hier. Een vluchteling is een refugee. In Engels ging dat cooler. I'm a refugee. Oh yeah. Een vluchteling. Er zijn soms woorden, er worden rare dingen van gemaakt. Maar ze weten ook over de racistische termen. Ze weten. Ik geloof niet altijd. Mensen zeggen ja, maar ik weet niet beter. Want dan zeg ik, zou jij dan gewoon even midden van Chicago blok zeggen... Hey, goedemorgen, N-woord. Nee, want jij weet eigenlijk wel beter. Maar nu doe je alsof. Zoals met mijn vrouw mijn negerinnen titten. Ik wist niet beter. Oké, kan gebeuren. Dan zien we een clip van 30 jaar geleden. In 1988. Je wist heel goed ideeën. Maar uiteindelijk, weet je... Het goede aan is, vandaag de dag gebeurt dat en kan dat aangepakt worden. Niet noodzakelijk door gearresteerd te worden, maar ja, gesprekken. Eerlijk gezegd, ik vond deze talk een geweldige talk. Waarom? Want... Ik heb naar uw YouTube-filmpjes zitten te kijken. Ik heb mijn eigen ding van gemaakt. Ik heb eigen vragen van gemaakt.
En ik heb ook bijvoorbeeld cordon sanitair geleerd. En dat is wat ik probeer te doen met mijn podcast en dergelijke. Ik wil de mensen de kans geven om dingen te leren. U hebt er juist gezegd van ja, mensen stemmen voor Vlaams Belang omdat ze wel het N-VA rechtser. Dat heb ik ook geschreven, maar u hebt dat zelfs gezegd. Dus ik wou dat leren en allez, dat komt gewoon. En daarom vind ik uw platform graaf. Dus ja, platform zoals u is nodig. Allez, uw platform is eigenlijk nodig. Want zeker voor over politiek. Je praat veel over politiek. Heel veel. En you dumb it down. Ik weet niet of jij dat zegt in Nederlands, dumb it down. Maar jij begrijpt wat ik bedoel. Ja, zo wat simpeler. Ja, jij maakt dat simpeler. En we zijn niet zo, oké, cordon sanitair was natuurlijk iets anders natuurlijk. Maar jij maakt het gewoon verstaanbaar, bijvoorbeeld. En jij touch ook de actualiteit. Ja, maar ik vind het ook wel spijtig dat soms politiek zo'n beetje moeilijke woorden gebruikt. En eigenlijk... Ja. Ik denk dat je Bart de Wever zijn vele Latijnse codes al hebt gehoord. Maar dan denk ik iedere keer van, zijn ze er nu weer mee bezig? Niemand verstaat dat. Niemand. Ik heb dat ook... Maar je moet ook weten, niemand verstaat dat. En niet iedereen gaat vragen, wat heb je juist gezegd? Of kun je mij uitleggen wat dit betekent? Snap je wat ik bedoel? Ja. Niet iedereen. En daarom is het belangrijk om dat zo goed mogelijk te kunnen uitleggen. Ik heb in het begin van... ik heb u er juist gevraagd wat Belgische cultuur was volgens u. En wat had u geantwoord? Ja, wacht even. Nee, uw eerste antwoord had u... zonder na te denken, wat was uw eerste antwoord? Maar ik weet niet meer van mijn eerste antwoord. Ik weet... U zei... fritten en bier, dacht ik. Ja, fritten en... Nee, bier niet. Bier en FC de Kampioenen. FC de Kampioenen. Maar, dat is uw Belgische cultuur. Maar vandaag de dag... Ik drink geen bier, hè. Ik eet frietjes en ik kijk naar FC de Kampioenen. Maar dat is Belgische cultuur. Het is eigenlijk ons beide. Mm-hmm. Snap? Ik ben hier ook opgegroeid. Oké, ik heb in Amerika geleefd en zo. Maar voor mij is FC de Kampioenen ook tussen haast cultuur. Ik kijk naar familie. Grote familie van. Ja, bij mij is thuis. Zie, ik haat mensen die thuis kijken. Nee, grapje. Nee. Maar snap je wat ik bedoel? Ik ben opgegroeid met dezelfde... dingen dat jij. Dus eigenlijk ben ik niet anders. Gewoon misschien mijn huidskleur, maar we hebben dezelfde principe, dezelfde pad en dergelijke. Ik zou niet zeggen frieten en bier en de Kampioenen, maar dat is wel zo. En daarom vind ik dat jammer dat sommige mensen dat niet inzien van, bro, wij zijn gewoon hetzelfde. Hè? En je zou dat eigenlijk moeten respecteren meer. Ik kom naar uw land, ik leer uw taal. Mm-hmm. Bij wijze van spreken. En soms spreek ik het beter dan sommigen. Waarom kunnen wij niet samen vooruit gaan? Maar daarom, nogmaals, voor degenen die niet weten wie ze is, dat is mevrouw Evelien Schepens. Mevrouw heeft een geweldige platform waar ze actualiteit touch. En daarom heb ik haar uitgenodigd. En ze gaat zeker... Deze aflevering is voor Talks with Charlie Woensdag. Waarom? Educatieve talks. Just to know and learn a lot of stuff. I appreciate you. Wat vond je ervan trouwens? Ja, ik vond het heel leuk. Ja? Zou je nog terugkomen als ik je nog moest uitnodigen? Ja, tuurlijk. Deze keer als ik was eerst zo wat zenuwachtig, nee. Maar... Heb je nooit een gesprek gehad met Tom van Grieken of zo? Sorry? Heb je nooit een gesprek gehad met Tom van Grieken? Nee, niet. Zou je dat willen doen? Ja, dat zou ik wel willen doen. Dus ik ga hem vragen om... Ik ga hem nog eens uitnodigen en met u erbij deze keer. Wat een driehoek van me. Ja. Ik ga jullie laten spreken, ik ben gewoon erbij. Want jullie gaan waarschijnlijk moeilijke woorden gebruiken. Nee. Nee, ik heb precies dat je tot hier bent gekomen. En ik kan dat waarmaken. Ja. Ik ga Tom van Grieken uitnodigen, of een van hun. En ik ga u ook erbij uitnodigen. Ja, heel interessant. Zeker. Dan ga ik zeker wel wat research doen. Heb je zelf een Talks with Charlie gezien? Een interview? Ik heb nog niet gekeken. Ja, dat is niet erg. Laat deze niet de eerste zijn. Maar staan er ook van Tom van Grieken? Ja, natuurlijk. Dan ga ik dat zeker eens kijken. Want ik keek op uw kanaal en ik zag zo vooral normale mensen. Ja, dat zijn ook normaal. Allee, snapte? Ik zag... Ik heb Dries van Langenhoven geïnterviewd, Philippe de Winter geïnterviewd, Sam van Rooij geïnterviewd en Tom van Grieken geïnterviewd. Dat is Vlaams Belang. Ik heb ook voor van N-VA heb ik Nabila Aït geïnterviewd. Jos Daas, wat is hij? P van de A, Jos? P van de A. Ja, Jos Daas, P van de A. Je moet eens... ik weet niet of dat je hem kent, maar misschien kunnen die van
Die van Jong N-VA een keer uitnodigen. Jong N-VA. Jeroen. Oké. Okay. Mijn neefje was toen bij Jong N-VA, ook Randy, maar hij is gestopt onlangs, denk ik. Maar Jeroen, ik ga hem wel vinden, wie weet. Wie nog? Ik heb ook van Vooruit gehad. Ginny Beels, denk ik. Ja, Ginny Beels. Dat is Vooruit, toch? Hè? Dat weet ik niet. Ik ken niet alle Vooruit-politici. Nee, maar ik bedoel, wacht, hè. Gewoon voor de zekerheid. Ginny Beels. Vooruit. Ja, Vooruit. Ginny Beels Vooruit. Ja, Ginny Beels Vooruit, Karim Bashar Vooruit en ook Aïssa toe. Dus ik heb al een paar interessante gasten gehad. Interessant verzamelen. Maar los van dat, ik heb 90 interviews. Hè. En niet alleen politiekers. 90 in totaal, als ik me niet vergis. 90, want ik heb ook met kijken macht 10, dus ik heb 80 zelf. Dus ja, en allemaal interessant. Ik heb veel. En je moet dat zeker checken. Ik heb uw pagina gecheckt. Maas, wat check Maas, zuster. What the fuck? Oh, check me. Check Maas, shit, be. Ja, dat is zeker doen. Ik ga over de zeker Coeli. U kent Coeli natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen haar kent. Ja, natuurlijk. Moet, hè. Ik ga hier zien. Ik heb, wow, ja, 90. Jeroen Bontiek, kent u? Jeroen, sorry? Jeroen Bontiek, zeg je dat juist? Jeroen Bontiek, die Syrië-strijder van vroeger. Hoe oud bent u, als ik mag vragen? 28. Oké, okay, ja. We waren, ja. Ja, maar check zeker mijn Talks with Charlie. Jullie ook abonneer, maar abonneer ook op mevrouw Evelien Schepens, haar YouTube-kanaal natuurlijk. En niks met, nothing but respect for you for coming here. Talks with motherfucker Charlie. Gang. Talks with motherfucker Charlie. What's poppin' with the population? It smell like money, so let's make some. Yeah, I know you see it. I know they see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. Yeah, I know they see it. I know you see it. I know. Talks with Charlie, conversations with Charlie. They yelling, who that? Who that? I tell them, we that.